I'm studying creative business now in my second year already at NH Oostenden in the beautiful city of Leeuwarden. Ik ben eerstejaars student creative business. Ik ben heel erg creatief en daar wil ik echt iets mee doen. En ik vind management en bedrijven wel heel interessant. Dus eigenlijk was dit de perfecte combinatie tussen het creatieve en het bedrijfsleven. Ja, bij creative business word je opgeleid tot manager in de media. Variërend van de conceptontwikkelaar tot marketing manager. We have coaches that worked in the field before or still do. We also work very, very practical, which is this group work also, design-based education that we do. Studenten krijgen echte opdrachten uit het werkveld en samen met opdrachtgevers gaan ze op zoek naar oplossingen voor die problemen. We zijn momenteel bezig met een project voor Mediahuis Noord. En we zijn bezig met het analyseren van hun businessmodel. Naar aanleiding daarvan verbeteren we hun podcast. We are making a production for our student Netflix Matters. We are making this meaningful concept, meaningful program that we later then gonna publish on Matters in a couple of months. We zijn geen maakopleiding, maar we krijgen wel de basis mee van productie. En hiervoor hebben we ook hele toffe faciliteiten tot onze beschikking. Zoals onze studio's en hier kunnen we filmen. En we hebben ook een media lab en hier kunnen we editen. Wat je met de opleiding kan worden en waar je terecht gaat komen. Ja, voorbeelden zijn bij televisie of filmproductiemaatschappijen. Managers worden ze. Zij zorgen ervoor dat er mediaproducten worden gemaakt. Ik zou het heel erg leuk vinden om voor kinderprogramma's in de marketing bijvoorbeeld te werken, zoals Studio 100 of NPO bijvoorbeeld. Dat lijkt me wel heel erg leuk.